Niks. Nou, pakken we de motor, dan gaan we, ja? Zeker. Je moet je koplamp even maken, joh. Je hebt net ongeluk gehad. Oh, die hebben ze eraf gereden. Ja, je hebt net ongelukkie, natuurlijk. Niet te snel, denk ik. Even rustig aan, joh. Cruisecontrol 80, 90, zeg maar. Ja, zoiets. Je achterlichtje is ook nog stuk. Als we zo politie hebben, zijn we helemaal de lul, joh. Ja, dat komt omdat net iemand tegen me achterop kwam. We gaan rechtsaf. Oh, Maggie zei, ik kom hem alweer lachen. Ja, die had nou een rood lampje aan de voorkant. Ja, ik zie het. Je moet trouwens oppassen, want het dreigingsniveau is omhoog geschroefd. Ja, ik las het op het nieuws. We moesten via een stegie komen of zo, zei hij. Je moet even kijken waar het zit dan, hoor. Stegie? Oh, ja. Hier. Ja, het is aan de achterkant volgens mij. Ja, denk ik ook. We moesten via een stegie erin of zo, zei hij. Dus even kijken, joh. Oh, wacht, hier kunnen we erin. Dit is een zijweg. Nee, dat is niet het goede adres, denk ik, Mark. Even eentje door nog. Oh, ze staan er al, joh. Kom maar. Je moet via het zijweggetje moet je. Oh. Ja, kijk. Hey, hele goede avond. Yo, goede avond. We hadden afspraak met Raymond. Ja, komt hij maar binnen. Ja. Ik ga de poort even voor je. Ja, hoor. Graag. Anders rijden we die brommer weer naar de kloten. Ja, kijk, top. Oh. Komt hij maar binnen. Yes, dank u wel, dank u wel. Ja hoor. Aan op de wijze, joh. Ja, toppie. Oh, ja, gaan we hier zitten? Tafel. Kan wel even, toch? Wat een leuke flamingo's heb je hier, joh. Ja, dankjewel voor de tafel, hè. Wie tieft die tafel? Nou, oké. Okay. Dennis, kom lekker zitten in de cirkel. Ja, ga wel even zitten, joh. Dit is mijn stoel. Nee, toch niet? Nee, joh, ik kom gewoon lekker op je schoot zitten, joh. Dat vind ik heel bijzonder. Doe maar niet, hoor. Ga jij even aan die andere dan. Oh. Ga je zo te werk daar? Nou, soms hebben we bezig ruzie om wie op welke stoel zit af en toe, maar ja. Kleinigheidjes altijd. Oké. Nou, we zijn er. Nou, jullie hadden het over natuurlijk over witwas, wat jullie zouden kunnen doen. Hè? Wij hebben nogal aardig wat liggen. Ja. En boven de 500.000 was het, als ik goed begreep, 10%. En daaronder 12,5, hè? Ja. Oké, okay, ja, en jij zei dus ook nog, want daar misschien hadden we daar wel met die andere mannen waar jullie mee in de porto zaten. Over die wiettoppen, want wij hebben daar wel wat van liggen, maar ja, we weten er niet zoveel van, zeg maar. En we hebben ook geen zin om alles helemaal zelf te gaan doen. Ja, daar ga ik voor even voor. Dus als jullie daar iets over weten van een prijs of iets dergelijks, want daar wilde het net over hebben. Ik heb Dylan, ben je? Ja, ik ben er. Kom even naar voren. En jij weet een beetje over de prijzen van de wiet dingen, toch? Ik noteer het meteen eventjes, hoor. Ja, schrijf jij het even op, joh, Nicky. Ja, ik doe het wel op de telefoon. Je telefoontje natuurlijk. Ach, joh, je zit al vast aan het ding gekluisterd, joh, maf, Kees. Ach, jongen, inderdaad, toch gewoon. Ja, dan doe jij het er lekker in. Kan je het ook tegen schreeuwen? Hey, Google. Zie je? Ja, oud, nee. Kudding. Hey, Gochem. Even Google. Niet. Ja. Gochem? Ja, het gaat lekker hier, alweer. Ja. Maar goed, zeg maar. Dus wij kopen dan blaadjes in voor 2,50. Oh ja, toppen. Wiet toppen. Ja. 2,50. En als jullie goed leveren, kunnen we er 310 van maken ook. 310, oké. Okay. En dat is voor één top, of? Eén ja, top, voor 310. Oké. 250, zei je, voor als we wijn... Wanneer leveren we goed, zeg maar? Wanneer hebben we dat punt bereikt? We willen altijd de eerste keer wat minder geven. Ja. Voor goed vertrouwen. Ja. De tweede keer hebben we die vertrouwen. Ja. En dan krijgen jullie meer geleverd, want dan staan jullie als klanten. Dus de eerste keer is kennis maken, de tweede keer is als klant. Juist, oké. En als ik dat vertrouwen nu meteen eens even een beetje boost bij jullie. Ja, daarom geven we... Oké, nee, wacht, ben ik zo terug even. Nicky, hou je eens even aan de praat, ik ben er zo even terug. Zeker, ik ben zeker, zo terug. Zeker. Ja, zeker.
Marky, loop jij anders ook even mee, joh. Ja, hij gaat even helpen sjouwen. Kom. Oh, hé, hey, maar en die, ja, goed. Ja, jij kan zo nog, joh. Even, ja, even ja, kijken hoe ze reageren. Kom goed. Ja, zeker. Even me helpen hier wel af, ziet er weer zo dom uit. Hier het. Leur meneer, daar gaan we. Oh, ik doe even mijn tas om. Zo, pa. Hier, het geeft anders even aan mij, Mark. Dan doen we het bij elkaar al meteen. Toch allebei, doe het even in die tas. Ja, toppie. Kijk, top. Kijk, daar zijn we weer. Oh, met een hele tas. Ja, tas even mee. Ik zet het even op de grond. Moet je even kijken wat je ervan vindt, joh. Ik ga even kijken. Als we dan toch over het vertrouwen hebben. Zo, en dat wil jij wassen? Nou, laten we daar eens mee beginnen. Oké, okay. Nou, dan gaan we dat gelijk doen. Dat is boven de 5 ton, dus dat is 10%. Maar we hebben nog een tonnetje, hoor. Moet Nicky even heen en weer. Oké, okay, dus dan doen we even min. Die ton doen. Ik ga dat pakken. Ja, ja, okay. Hij had hem wel even, joh. Kijk, dus, hebben we meteen even die vertrouwenband een beetje opgebouwd. Zeker, zeker. Gaan we straks eens even overleggen over die toppen. Dan moeten we nou even iets beter prijzen hebben dan 250 natuurlijk. Dennis? Ja? Ik denk dat ik jouw nummer heb. Ik ben jij toch? Ja, klopt ja. Op die... Voelde wat trillen in mijn zak. Even kijken, ja. Zeker. 130.000. Helemaal goed. Ga ik het zo meteen even onderling even met die jongens even... Oh, hij heeft weer een leren tas. Yo. Jij bent natuurlijk in je koffer van je motor gedaan, joh. Ja, wat denk jij dan? Ik ga niet allemaal in zo'n zware tas mee sjouwen. Ik heb altijd die sporttas bij me, joh. Nee, jongens. Kijken. Zo. Heeft u het binnen? Ja, ik voelde weer wat trillen. Even kijken. Ja, zeker. Is helemaal in orde. Ik leg het hier neer voor je. Ga ik het zo meteen met de jongens even verrekenen. Zo, het is wel zwaar in mijn handen. Ik doe het even in mijn tasje. Ja, doe maar joh. Zo. Top. Kijk, als we het dan over die top hebben, dan begrijp je wel dat we iets omhoog kunnen van 250 gaf, toch? Lijkt mij. Ja, dat lijkt mij wel. Dan kunnen we denk ik richting de 300. Ja, kijk, dat klinkt al beter, of niet? 300 voor ja, de toppie. Dus, daar kunnen we nou vanop aangaan. Ja, noteer jij even. Jij bent van de notulen ja, altijd, hè? Witwas, ja, ja. Heb je opgeschreven. Boven de miljoen 10%. De ronde 12,5. Boven de half miljoen, sorry. Ja, ja, ja. En wat betreft die toppen, 300 per top. Maakt niet uit of we die sterk ruikende doen of die andere. Dat is allebei goed. Qua wiettoppen, hoeveel hadden jullie er? Nog niks, hè, denk ik. Nou, dat denk jij. Ik denk dat we stil zitten. Wij zitten niet stil, vriend. Even, kunnen we heel even onder zes ogen met ons drieën dan even van de motorclub? Ja. Even overleggen hoeveel we nou precies zijn. Ja, helemaal goed, joh. Loop even ietsje naar achteren. Kom, we gaan naar die flamingo's kijken. Ja, heel even. Kijk, hoeveel hadden jullie nou van de spul, joh? Ja, ik heb er 100 nou. Jij hebt 100 toppen. En jij dan? Ja, niet veel, niet veel. Volgens mij heb ik er zelf 200 of zo. Die 80 en volgens mij nog iets meer. Volgens mij heb ik iets van 120, 130 of zo. Oké, okay, laten we even op 300 inzetten dan. Dan doen we allemaal 100. Ja, kan, zeker. Ja? Of allemaal 150? Kan ook, zeg maar. Ja, dan weet ik niet of ik er zoveel heb. Oké, okay, laten we... minimaal, denk ik. Laten we allemaal... Ja, doen we allemaal 100. 100 is allemaal goed, toch? Dan doen we dat. Oké? Okay? Ja. Gaan we 300 inzetten. Nou, dat is ook weer... hoeveel is het dan? 300 keer 300. Ja, dat is ook, mooi. Dat is ook weer bijna een tonnetje. Lekker, toch? Daarom. Jo, nou. Parkeren. Ja, we zijn er uit. We hebben er voor nu 300 meteen klaar liggen. 300 meteen klaar liggen. Oké. Okay. Jenne. Mm-hmm. Wil jij die overkopen? Ik? Die toppen, dat kan wel op zich. Dan mag jij ook alle 20 staan. Zo. Kijk aan. Promotie hoor ik. Ja. Yes. It smells like promotion. Ja, dan moeten we wel even zo eventjes met de bus, want in de motor past niet zoveel, denk ik. Ja, of jullie spreken, wisselen nummertjes en spreken met hem af. Oh, dat mag ook. Ik denk, we kunnen het ook meteen even halen hoor, als je dat prettig vindt. Ja, ja, maar hij moet ook ergens hebben waar hij het in kan doen en zo, dus. Oh, ik dacht, je stopt die in je huis of zo, joh.
Nee, dat doen we liever niet. Ja. Oh ja, nou ja, zeg dan maar. Moet even handje klap nummer, tikkie hier, Bluetooth connection, weet hoe goed het allemaal werkt met dat ding? Hou die telefoon tegen elkaar aan. Toppie. Oké, top. Iemand daar begeleidt een keer over die toppen, man. Ja. Houd toch eens op, man, joh. Mag toch gewoon top zeggen? Die toppen, houd toch op, joh. Zo, ja, overtamme. Ik kan er ook zeggen, het is goed. Ga dan maar gewoon je zooi halen. Geen toppen, man. Ja. Volgende keer, ik loop nog steeds moeilijk vanwege dat ene akkefietje met die brommen. Ja, je moet even een keertje bukken. Ja, ik moet helemaal niks, joh. En dan doe dat dadelijk maar eens even in de afhaal. Ja, dat gaat wel even omkleden. Godverdomme, die kuthelm weer in mijn motorkap. Ja. Wacht maar even. Is die helm eens even af? Ja, we moeten even met Jenne moeten we even hebben, toch? We hebben nog geen locatie. Bellen we wel even als we het anders hebben. Nee, nog een fijne dag, jongens. Ja, we spreken zo even met Jenne hè, voor die locatie dan, toch? Ja. Ah, hij komt op de brommen erachteraan, joh. Top. Jojo. Jo.